Hi, ik is Paul Swart, ik is 60 jaar oud. Ik was 47 toen kanker, borstkanker gekregen. Mijn man en mijn pa zijn 3 maanden oorleden. En ik denk dat was die skok wat ik nou skielik borstkanker gekregen. Ik heb chemo gekregen voor 6 maanden. En ik is nu die 18e september 13 jaar in remissie. Ik wil net zeggen, die Heer het mij deurgedragen. Zonder die Heer komen ons nergens in die leven. En ook, kanker is niet het dood vonnis niet. Jy kan aangaan in jou lewe. Hi, ek is Jenny Reed, ek is 47 jaar oud. Ek is op 31 December 2014 gediagnoseer. Ek het 7 dae later een dubbel mastektomie gehad en daarna chemo en bestraling. 3 woorde, verslae, vrees en verwondering. Verslaan, want hoe kon het dan met mij gebeuren? Wat heb ik verkeerd gedaan? Vrees, wat leef voor? En dan verwondering. En die verwondering, wat God is bij jou. En een ongelooflijke man in zien, wat onvoorwaardelijk is. Ik ben een superheil. Een fantastische familie, wat niet altijd daar is. Vrienden, wat niet daar is. En wat ik eigenlijk wil zeggen is, wees gemakkelijk met jezelf. Wees trots op jezelf. En weet dat God is altijd daar. En jy is omringd deur soveel mense wat onvoorwaardelijk lief is vir jou en jou opdra. So dit maak nie saak wat er krisis jy beleef nie. Jy moet aanhou veg. Ek is Rita van Greenen, ek is 45 jaar oud. Ek is gediagnoseer op 40. Ek het vir die eerste keer van my mammogram gegaan, oor dat my sissie dit gehad het, en ook een goeie vriendin van my. En ek, die lesie wat mense hier uit leer is, om elke dag te koester, die lewe te koester, en voluit te gaan vir die lewe. Jessica Pretorius, ek is 30 jaar oud. Ek het gegaan vir my mammogram omdat my bors begin intrek het. Ek is gediagnoseer met stage 4 lymfnoot borskanker wat versprei het na my longe, my eierstokke en my skiese lewer. En ek het daarom skie die lewer en die eierstokke en die longe is skoon. So is nog net die bors hier op het gaan. En daar wil ek skie. Should tumble and fall hard and mountain. Should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as I stand. Per 14-16 dae is ek 71 jaar oud. En ek het gegaan vir 'n mammogram eers 2 jaar terug. En hulle kon niks fout vind. En so ek het 2 jaar geloop met die kanker in my wat ek nie van geweet het nie. Maar die positiewe daaruit is, ek het nooit gevra, Here, hoekom, waarom nie. Ek het gedink, ek is spesiaal, want soveel filmsterre, wonderlijke actrices hier, ons eie land, sangeresse, allemaal, baie van hulle het gekry. En die Heer het my ook uitgekies daarvoor. So dit is my positief gang. Hallo, ek is Janita Jooste. Ek is gediagnoseer op 43, 2017, met borskanker, HR2. Ek het vir 'n mammogram gegaan, as gevolg van heeltemal iets anderste. Om my dogtertjie te vat vir haar ondersoek op 'n verkoue wat sy gehad het. Ek het 'n knop in my bors gehad, ek het gegaan vir my mammogram en ek is gediagnoseer, ek het radiasie ontvang en so ook my chemo. En hier is ek vandag, ek keer niks meer nie, ek is in remissie vir amper 3 jaar en ek het baie nader my Here beweeg en ek het baie meer besef as wat ek voorheen geweet het van myself. Ek is 'n baie sterker vrou as wat ek voorheen my lewe was. My naam is Niva, ek is 56 jaar oud en ek is 3 maande gelede met graad 3 borskanker gediagnoseer, so ek ondergaan tans chemo. Ek het gereeld vir my mammogramme gegaan, want ek voel is belangrik dat mens vir jou mammogramme moet gaan, vir al hoe ouder jy word. Maar hierdie jaar met die COVID het dit nie gebeur nie,
maar dankzij my dokter wat aangedring het, dat ek moet kom vir net een gewone jaarlikse onderzoek, het sy die knop ontdek en is het behandelings. Ek het net gevoel, in hierdie tydperk wat ek nou nog doe, mens kan nie net in een hoopie gaan doen en self jammer kry nie, so ek lewe nog steeds elke dag voluit. En ek sê, het is belangrijk dat vans moet gaan vir mammogramme of doen ek self onderzoek. Stand by me, won't you stand? Stand by me, stand by me. Stand by me, won't you stand? Stand by me.